Banjo Town is dood. Een kanaal zonder grenzen. Een kanaal wat altijd deed wat het zelf wou. Van de vele, vele series, zoals de Fuck Bassie Week, de oorlog verklaren aan China of de talloze, onafgemaakte Minecraft-series. Banjo Town is en Banjo Town was one of a kind. Ik ben trots dat ik ooit een keer Chillen Zaterdag won. Ik had nog gewijnlis moeten worden. De hond zegt waf. Waf, waf. Hondje waf. Ik krijg nog altijd reiskosten terug van Banjo Town. Ik heb ook nog kosten openstaan, hè? Zelfs ik krijg mijn reiskosten nog terug. En ik ben al 2 jaar weg. Ik weet nog goed dat wij Vraagje Vrijdag alle vragen zelf verzonnen. Maar ja, daar komen de kijkers toch nooit achter. Het beste van Banjo Town vond ik toch echt de kingdom. Wacht, dat is van DDG. Maar ik heb namens Banjo Town veel nieuwe vrienden leren kennen. Nee, Jordi. Niemand mag jou. Ik vond het fijn dat Banjo Town altijd wist dat ik het serieus moest zijn. Fuck the right, pussy! En zo zou het zijn dat onze helden afscheid nemen van hun stad, Banjo Town. Banjo Town is dood. De groep zou samen het kanaal nog een laatste keer afzeiken. Een legendarische groep met als zelfgedoopte leider de geweldige meesterlijke Bardo. Tevens ook de schrijver van deze voice-over. Of wat dacht je van de goedlachse Vincent die altijd stond te springen? Juri, het groentje van het stel, degene die alle reisjes regelde. De brave, maffe Rick, de enige die alles durfde te vragen. Maar hij zal geen avonturen meer beleven. Daar is Kemal, die ene kerel die ooit video's maakte. En dan is er nog Jordi, degene die niemand daadwerkelijk mag. Dat was Banjo Town. We zagen alles van deze jongens. Misschien ging het nergens over, maar wat je ook kreeg, het was altijd lachen. Alles. Al het werk van alle afleveringen. Wij dachten bij onszelf, wat doet geen enkel ander kanaal? Pijpen. Nou, die gaat niet meer. Als het zwarte mannetje woont in het zwarte huis, het groene mannetje in het groene huis, het rode mannetje in het rode huis, wie woont er dan in het witte huis? Het witte vrouwtje? De president van de Verenigde Staten. U bent de zwakste schakel, tot ziens. Jongens, hebben jullie gezien dat we 100 abonnees hebben? Er zijn er 100.000. Godverdomme, kom hier. Kom vechten, man. Was Banjo Town. Of toch niet? Wat de jongens alleen niet wisten, is dat Banjo Town hun nog eenmaal zou verrassen. De gemengde urine van onze vrienden is veranderd in een magisch levenselixer die haar weerga niet zal kennen. Iedereen is dood! Ik ben er ook nog. Het is wel mijn kanaal. To be continued.